Dinsdag is er gestart met het plaatsen van noodlokalen voor basisschool Rennevoort in Berkel en Schot. De lokalen zijn neergezet op de parkeerplaats achter de school. Om de parkeergelegenheid te behouden wordt het terrein van voormalig wijkcentrum De Schalm opnieuw ingericht en komen er 15 parkeerplaatsen bij. Ook wordt er gewerkt aan de taxistandplaats voor het halen en brengen van kinderen van en naar de buitenschoolse opvang. Maar waar die precies komt te liggen wordt nog bekeken.